Maar ik kan me voorstellen dat als je beter PSV vorige week niet hebt gewonnen, dan sta je vrij snel 2-0 achter. Dat je denkt, stoelriemen vast, daar gaan we. Ja, ik dacht, wat een hele lange avond, denk ik dan na 10 minuten. Maar gelukkig viel het mee. Daarna kwam het toch iets beter in de wedstrijd. Na die goal eigenlijk. Daarvoor hadden we eigenlijk totaal geen kans. Zat totaal niet in de wedstrijd. En mogen we Sergio ontzettend bedanken dat hij ons in de wedstrijd hield. Met een paar fantastische herinneringen. De tweede helft zie je toch wel maar dat het kan kantelen en denk dat je zomaar een puntje kunnen pakken. Ja, want ik weet niet wat er gezegd is in de rust bij jullie, maar het ging een stuk beter nou dus. Ja, weet je, we hebben even een puntje op de i gezet, er moet wel meer veranderen, want eerst was het gewoon niet goed. Het middenveld moest, toch meer aan de balkant, meer kanten, zodat we daar die Pereiro die kant op konden pakken. Als die diep ging was je gewoon een van de centrale verdedigers. We hebben gewoon besloten om toch iets meer druk te zetten naar voren. Dan zie je dat PSV daar heel moeilijk mee had, dat ze voetbal bijna niet meer uitkwamen. Wat ik net ook zei, dan kan ik zomaar maar een puntje pakken. Ja, want dat lukte inderdaad aardig in de tweede helft. In de eerste helft strooide Pereiro met heerlijke balletjes. Dat in de tweede helft helemaal niet gezien. Nee, volgens mij niet. Voor mij schoot alleen het balletje omhoog dan. Ik wilde net zeggen, ja, heb je nog hoofdpijn overgehouden? Ja, ik vind het schandalig. Sla nergens op. Had je dat het expres deed? Ja. Ik kan niet, want ik lig op de grond en ik kan overal die bal naartoe schieten, behalve schiet hem voor mijn gezicht. Ik moet zeggen, ik heb hem niet terugzien nog, maar ik vind het belachelijk. Ja, je reageerde ook meteen in de wedstrijd van wat ben je aan het doen? Ja, dus ik schiet toch niet iemand, ik lig op de grond, waarom schiet hij een bal vol tegen mijn gezicht aan? Ik moet zeggen, ik heb hem niet terugzien, maar ik snap er helemaal niks van. Ja, het is natuurlijk voor ons lastig te bepalen of het expres doet of niet, maar goed, als jij dat idee hebt. Heb je nog gesproken na afloop? Nee, ik weet niet waar hij vandaan komt, maar die taal spreek ik niet. Maar weet je, kijk. Los van het feit, ook al doe je het niet expres, dan kun je even sorry zeggen. Maar dat gebeurt ook niet. En dat zegt voor mij genoeg. Nou, ik kreeg uiteindelijk nog allebei geel. Ja, ik weet niet waarom ik geel kreeg trouwens, maar volgens mij deed ik niks. Maar dat hoort er dan bij. Maar weet je, dat hoorde ik in de wedstrijd, daar gaat het verder niet om. Weet je, als het ongeluk is, nogmaals, dan zeg je even sorry, is klaar. Maar als je dat ook niet zegt, ja, ik snap het niet. Jullie worden geen vrienden meer? Nee.